De politie moet erin, maar dat is nu volkomen onveilig. Dus we moeten het eerst stutten. En als dan de politie er geweest is, dan kunnen we de volgende stap zetten. Rieke, meer wel frustrerend. Je wil ze graag weten wat er aan de hand is. Hè? Ja, dat is heel frustrerend. Maar je kan ook niet. De risico's voor de politie zijn te groot. Omdat het is eigenlijk een kaartenhuis. Voorgevel, zijgevels. Geen vloeren. Dus als die voorgevel eruit wordt gehaald, dan vallen de zijmuren in elkaar. Dus je moet het echt heel zorgvuldig doen. De gemeente Ljouwert organiseert vreed op een nijen geerkomsten voor de dupieren van de brand. Die zullen dan bijpraat worden over de laatste stand van zaken. Onderwielers gaan er heel iets meer geruchten in de stad over de aanpak van de brandwacht. Zo zou er in eerste in het verkeerde gebouw zacht wezen naar de letterverstorende Itzart Otte. Nou, ik weet één ding zeker, en de brandweer is heel dichtbij geweest bij de redding van Itzart. En het is dramatisch dat het niet gelukt is. In de eerste plaats voor het slachtoffer, maar ook voor de brandweerlieden zelf. En ze hebben echt alles gedaan wat maar kon. Daar staat geen twijfel over. Ik wil zelfs iedereen oproepen om niet te speculeren over wat er nu gebeurd is. Want we hebben heel veel feiten op een rij. Maar die kunnen we alleen naar buiten brengen als het totaalplaatje er is. Dus alsjeblieft mensen, speculeer niet. Beschuldig geen mensen voordat er echt bewijzen zijn. Bij verzekerder Achmea is een nota voor oordeel miljoen euro onskeer meld. Door de brand op de kelders in Ljouwert. Het giet lijkwels nog maar om een tusken staan. Maar in waar binnen bij Achmea 14 claims in het zinnen. Van andere verzekerders binnen nog geen bedragen bekend.